Ik laat hem zien, daarna mag jij hem doen. Nou, niet jij. Ik kwam hier met een doel en vandaag ga ik het proberen. Vlogmasters! Ja, zo ja. Ik ben Noor, ben 8 jaar oud en vandaag zijn we in Gymxcel. Ik wil vlogmaster van 2020 worden. Precies, en ik ga je daarmee helpen. Ik ben Rutger, misschien kan je me kennen van het YouTube kanaal Team Tenten. Hallo mensen, welkom in deze nieuwe video. Dubbel full. Ik ben hier in Gymxcel, hier maak ik heel veel video's en vandaag ga ik Noor helpen om vlogmaster van 2020 te worden. Rutger, we zijn hier gekomen voor de flip. Yes, kom, we gaan het doen. Let's go. We moeten natuurlijk eerst beginnen met de warming-up. Precies, en dan gaan we nu doen bij de trampolines. Als je klaar bent met filmen om de camera aan te draaien, zo, kan je weer terug doen en dan ziet het er heel cool uit. Ja? Okay. We gaan nu naar de trampolines. Oké, Noor, doe jij van deze een salto op de blauwe mat. Kijk, die stond er perfect op. Kijk dan joh, wat een ruimte. Ik ga nu even naar mijn broer luisteren. We hebben net de enkele frontflip gedaan en ik weet dat je een dubbel kan. Dus we gaan nu allebei de dubbel frontflip proberen. Ik laat hem zien, daarna mag jij hem doen. Nou, niet jij. Pas. Ja, woe! Kijk een beetje uit voor je neus en je knie, hè? Zal die knie een beetje uit elkaar doen. Kijk dan, kijk hier! Woehoe! Hey, was die niet goed? Was die goed? Ik heb veel andere YouTubers heb ik zien springen van die hoge muur. Vandaag wil ik het eigenlijk zelf proberen. We hebben de warming-up gehad, maar ik kwam hier met een doel. Namelijk van die hoge muur afspringen. En vandaag ga ik het proberen. Yes, we gaan het rustig opbouwen. De muur is daar, hele hoge muur. Heel veel andere YouTubers hebben het al gedaan. En Noor denkt altijd van, zou ik het kunnen, ja of nee? Nou, we gaan er vandaag achter komen. Ik denk dat je het kan. Ik hoop het. Ik hoop het. Nou, kom, let's go. Hey Rutger, misschien ben ik wel de jongste die van die muur heeft afgesprongen. Ja, nou als je het doet, denk ik wel dat je zeker een van de jongste bent. En dan ga je zeggen, voordat we van de hoge afspringen, gaan we eerst van die. Dat is een stukje lager. Voordat we van die hoge muur gaan afspringen, gaan we eerst van de lage. Oké, daar gaat Noor. Ja. Het is belangrijk dat je er afspringt en landt op je billen. Dan land je helemaal goed. Nou, laat me zien. 3, 2, 1, go. Precies. Zo doen, hè? Zo. Film inderdaad, filmen. Dan begin je zo. Ja. Ja, maar Rutger, waarom kan je dan niet op die blokken landen, maar alleen maar op het matje? Nou, het is het beste om op het matje te landen, want het matje is wat zachter. Dus als je daar lekker met je billen op landt, dat is beter dan met je voeten. Want dan word je een beetje een pudding en dan kan je misschien door je enkel gaan of dan kan wat anders gebeuren. En op je billen is het veilig. Dus probeer maar lekker op je billen te landen. Yes? Als je zo ook daar afspringt, gaat het perfect. Nou, we hebben nu al genoeg geoefend. We gaan naar de grote muur toe. Noor, zullen we de blauwe camera anders beneden neerleggen? Dan kunnen we het hele beeld zien. En ik heb een andere camera, deze gele. Die kan je misschien in je hand houden en dan springen. Perfect. Ziet er super hoog uit. Oké, volgende. Hey. Vind je het spannend, Noor? Beetje. Beetje. Dan zeg je van, ik sta nu bovenop, het is echt heel hoog. En dan zeg je daarna van, oké, ik denk dat ik het durf. Rutger, wil jij voor me aftellen? Ik sta nu bovenop de kast, kijk maar. Zo, super hoog. Heel hoog. Spannend. Wat wil jij voor me aftellen? Ja, is goed. Voorzichtig, 3, 2, 1, go! Woehoe! Super knap. Nu jij. Woehoe! Hey, high five, Noor, allebei gedaan. Oké, zeg maar eventjes, het is het einde van mijn eerste vlog en ik ben super blij dat mijn doel is gelukt. Dit is het einde van mijn eerste vlog. Ik ben heel blij dat mijn doel is gelukt. Ik ben ook super trots op Noor dat ze van de hoge muur is afgesprongen en ik vond het een super leuke eerste vlog. Jij kan ook meedoen, stuur je vlog in naar vlogmasters.nl en wie weet win jij wel een video maken met je favoriete influencer. Dat kan met mij zijn in Gymxcel, maar dat kan ook met je andere favoriete YouTuber of influencer zijn. Dus doe mee en wie weet zie ik je dan. Oké, nou veel film jezelf, maar succes. En vergeet niet om op mij te stemmen.